Leerkrachten voelen zich niet gewaardeerd. In verband met de Internationale Dag van de Leerkracht sprak onze nieuwsdienst enkele leerkrachten van de Sint-Agnes School aan de Verlengde Keizerstraat. De Dag van de Leerkracht is bedoeld om waardering voor onderwijzers en leraren te tonen. Uitdagingen in Suriname even terzijde geschoven, zijn de leerkrachten dankbaar dat ze dit mooie beroep mogen uitoefenen. Vandaag is een hele speciale dag voor alle leerkrachten. En het is een dag om erbij stil te staan en jezelf afvragen, heb je jouw gestelde doelen wel bereikt als leerkracht? Want je bent niet zomaar in dienst getreden, je hebt een doel voor ogen, je toekomst en wat zijn je toekomstplannen en hoe ver zitten die? Je wordt niet zomaar leerkracht. Ten eerste begin je met liefde, je begint met geduld en voor mezelf kan ik zeggen dat ik toch wel een goede job heb gedaan. En ik ben op een goede weg, zeg maar. Deze dag is bedoeld om leerkrachten internationaal te waarderen. Voelt u zich gewaardeerd? Voor mezelf, natuurlijk. Ik geef mezelf elke dag een schouderklopje. Ik zeg mezelf elke dag van je hebt het goed gedaan. En voor de rest... Het moet nog komen. Het moet nog komen. En het gaat je zeker goed doen. De leerkrachten menen dat de waardering vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur veel beter kan. Het gaat volgens hen niet alleen over de salariering, maar ook over erkenning voor het werk dat ze doen. Hedendaags, de meeste of heel veel leerkrachten, die moeten 2 tot 3 een extra baantjes doen om uit te komen. En dat is eigenlijk, je bent helemaal ondergewaardeerd. Ik heb voor mezelf een calculatie gemaakt. Als leerkracht verdien ik gemiddeld 10.000. Als ik het deel door de koers van 37,75, verdien ik 264 US. En op de Antillen verdient de leerkracht ongeveer 1800 tot 2000 US. En daarom trekken de meeste leerkrachten weg. Wat kan beter aan de waardering? Er zijn bonden, toch? Want je kan niet op jezelf naar het ministerie toe stappen en gaan vragen of eisen van dit wil ik. Er zijn bonden. En ik wil vragen aan het ministerie dat ze toch wel luisteren naar de bonden en meewerken, zodat wij beter gewaardeerd worden. Want wij verdienen het. Zeg maar ons zeggen dat we het goed doen. Zeg ons dat je trots op ons bent. Zeg ons dat we het goed doen. Zeg ons dat je er voor ons bent. Dan doet het ons goed. Dan doen we het meer, met meer liefde en meer geduld. Heeft u een boodschap aan andere leerkrachten? Je bent niet zomaar leerkracht geworden, zeg ik weer. Je hebt ervoor gekozen. Je weet wat er allemaal bij komt kijken. En blijf je werk doen. En blijf het goed doen. Directeur Joyce Schattevo-Kabeli van de Sint-Agnes School roept alle leerkrachten op om het goede werk voor te zetten.